SPIE heeft een aandeel in de bouw van deze granulaatfabriek. SPIE heeft opgetreden als hoofdaannemer voor de utilities. Dat hebben we samen gedaan met onze partners Ekels, Kroonwolter en Dros, Mammoet en Oving. Tevens hebben wij opgetreden als coördinator in de hele bouw en we hebben de hele stroom van de werkvergunning tot aan de S-beeldtekeningen hebben voor onze rekening genomen. Ja, er waren heel veel uitdagingen. Het is een relatief kleine omgeving waar we in hebben moeten werken. Dat is heel erg bepalend waar je machines gelijnd moeten worden. Dus het is heel erg van belang dat de juiste machine direct op de juiste plek staat. Zodat de ladderbanen en de andere utilities daar naartoe gemaakt kunnen worden. Echter hebben we daar heel veel uitdagingen in meegemaakt. Doordat machineonderdelen niet in de juiste volgorde aankwamen. Dus daar hebben we veel uitdagingen meegemaakt. En heel veel samengewerkt met Mammoet om de boel op de juiste manier in de juiste volgorde in de fabriek te krijgen. Dit project uniek maakt voor SPIE is het vertrouwen wat wij van de klanten hebben gekregen om de volledige coördinatie op ons te nemen en het op onze eigen SPIE manier te kunnen uitvoeren op een veilige manier. Dus we hebben onze eigen veiligheidskundigen hierbij betrokken en het hele traject is onder onze hoede gegaan. Ik denk dat wij als SPIE zijn we heel erg trots dat wij hebben deel mogen nemen aan deze uitdaging. Het is een heel mooi project voor ons geweest en aangezien het een heel innoverende fabriek is, zijn ik als uitvoerder, maar vooral ook als SPIE zijn we heel trots dat wij hebben deel mogen nemen aan de uitvoering van deze fabriek.